Hij, en dus niet de Rezaï, zal moeten zorgen voor gevaar in de box. Vrij is de targetman met ook Koita die hij krijgt in steun. Van Kleinput komt bij Heijmans, die haalt meteen uit. Heijmans, geweldige knal van Heijmans, maar de parade van Decon mag er ook wel zijn. Hier Van Kleinput met een ongelukkige baltoets en dan Heijmans meteen uithalen. Doet het bijna uit stilstand. Even klaarleggen en dan trappen. Prima trap, maar de... Koita. Tot bij Bertone, die kan knallen. Bertone, die bal gaat in het zijnet. Goeie knal. Zet maar druk. Hier ligt de ruimte voor Frey. Er komt ook steun aan de tweede paal. Frey kan niet actie maken. Legt hem terug tot bij Koita. Koita met de trap en de goal. Het is 0-1 voor Waasland-Beveren en alweer Koita. En ik weet niet of Decon helemaal vrij uitgaat, de vervanger van Penetto. En het is verdiend. Had tijd. Misschien dat die bal nog heel lichtjes afwijkt op Gillet. En daardoor denk ik dat Decon verrast is. Moeilijk te zeggen. Misschien dat deze herhaling meer duidelijkheid zal brengen. Nee, hij gaat er zo in. En ik denk dan... Opletten daar, ja, dat is Domvalverlies. Hier is Vol. Die kan oprukken. Nicholson kan die gelijk maken. De redding van Jakkers. Wat een belangrijke redding. Vlak voor de rust. Heel zwak verdedigd hier door Waasland-Beveren. Eigenlijk een van de weinige fouten in de eerste helft. Nicholson krijgt hem eigenlijk op een presenteerblaadje van Vol. Deze moet je altijd maken. Lothar Dons zegt van niet. Het was aan de rand van de 16, maar ik denk er net in. En nu fluit hij wel. Dat is een gele kaart voor Ilai Maharitra. De eerste van Charleroi. Gaat hij een rode kaart krijgen? Ik denk het wel. Ilai Maharitra. Ja, het wordt rood voor Ilai Maharitra. Dat is een tegenvaller van formaat. Vlak voor de rust voor Charleroi. En ik kan de scheidsrechter wel begrijpen. De fluiten. Nog eens kijken naar die tackle. Tja. Koita wil dat hij snel speelt. Ah, rechtstreeks, waarom niet? Dit is niet ongevaarlijk. Jakkers, die er nog goed bij zat. Die bal botst door tot bij een val. Diepe bal voor Nicholson. Ja, Nicholson die moet nu trappen. Nicholson. En die gaat er net niet in. Door de benen wel van Jakkers, maar schoonbaard. Dit is een goede bal voor Nicholson. Die wacht heel lang, maar doet hij wel oké. Door de benen van Jakkers, maar schoonbaard dus. De redder van dienst. Koita snijdt naar binnen. Koita zou kunnen trappen. Moet misschien trappen. Koita! Geweldige knal nog van Koita. Van de doelpuntenmaker van daarnet. Met zijn linker. Het scheelt een... Hij dus centraal achterin. Wuitens is een rijtje opgeschoven om de positie van Mancek in te nemen. Vrij, die laat hem voor Heijmans. Kan die afdrukken? Heijmans voor Koita. Die kan hem maken. Koita! Het is 0-2 voor Waasland-Beveren en alweer Koita. Hij is de matchwinnaar. En de drie punten gaan mee naar de Freethiel. En ze zijn voor Nicky Haaien. Wat een vreugde bij de bezoekers. Dit was een mooie aanval. Heijmans, Frey die goed hem klaarlegt. En dan de ideale assist voor Koita. Mooi binnendoor van Heijmans. Wordt bekroond met een assist voor al zijn inspanningen. Dat doet hij zelf. Dwingt het zelf af. En Koita die op de goede plek staat en beheerst binnen.
einde van de partij. 3 gouden punten voor Waasland-Beveren. En kijk eens naar de vreugde bij Haaien.